Nee. Wat is het? Ja, ze huilen. Nee. Mama. Ja. Ja? Is Cilla in de babyschommel? Dat is lekker. Doei. Ja. Wat doe je? Wat doe je? Wat gebeurt er, jongens? Bloed. We hebben bloed. We moeten kijken. Oké, okay, we gaan even naar het ziekenhuis. Familie eten. Het is Luxy. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's mini-vloggers. En jawel, je ziet het goed. Het is maandagochtend. We hebben ons een beetje verslapen door de zomertijd. Hoe moeten we aan de zomertijd? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kijk, we hebben het ontbijt mee in de auto. Daar zijn Luan en Cilla. Goedemorgen. Op de school. Ja, het zijn drie kwart. Drie kwart. Ja, het is nu nog een beetje fris, maar het wordt vanmiddag 13 graden. Dus ja. Dat wil wel, hè? Veel plezier op school. Ja. Dag, Luxie. Zo, we waren een beetje rommelig begonnen vanochtend met de vlog. Komt een klein beetje doordat de klok vooruit is gezet. Vooruit wordt voorjaar, vooruit. Ja, is vooruit gezet. Dus we waren vanochtend ietsjes te laat opgestaan en alles gedaan. Dus het was een beetje hectisch vanochtend. Dus vandaar dat Daan volgens mij heel snel nog even de vlog had geopend. Maar goed, we hebben de kinderen naar school gebracht. En we hadden nog een afspraak. En we zijn net terug thuis. Luxie is in slaap gevallen in de auto. Dus we zitten tegen elkaar. Laten we maar even lekker slapen. En dan zetten we de auto voor ons huis neer. En dan gaan we even hier buiten zitten. Het zonnetje schijnt namelijk heel lekker. Kijk. Daar slaapt Luxie in de auto met het raampje open. En het zonnetje schijnt. Dus Daan heeft even lekker de lichtbedden hier neergezet. Ja, het is vandaag 1 april. Kikker in je bil. Als het goed is, hebben jullie op 1 april de 1 april grap van ons online gezien. Het is natuurlijk voor jullie al lang april geweest. Maar vandaag in de vlog is het 1 april. En natuurlijk gaan we niet stoppen met vloggen, zoals jullie hebben gezien. Er was gewoon een leuke 1 april grap. Sorry dat we jullie hebben laten sorry. Schrikken. Sorry ook dat we de kinderen hebben laten schrikken, want die schrokken er ook van. Maar goed, natuurlijk gaan we niet stoppen met vloggen, want we vinden dit veel te leuk. Maar ja, ik zei al tegen Luan en Lucella vanochtend, wel de juffrouw voor de gek houden. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze de juffrouw voor de gek houden vandaag op school. En volgens mij hadden hun straks ook nog allemaal grapjes die ze willen uit gaan halen. Dus we blijven nog een beetje in de 1 april stemming. Ook al is het niet meer 1 april voor jullie, maar voor ons vandaag nog wel eventjes. Hm. Wij gaan nog eventjes lekker genieten in het zonnetje. Ik heb hier een lekker kopje thee gezet. Moezel heeft daar zo'n lekkere... Waar ben je woest zo daar? Het is een lekkere hondenbarretje. En Pipje zit hier lekker te knuffelen. Heerlijk. Te genieten van het zonnetje. Lente. Want de lente is begonnen, jongens. Heerlijk. Het is lente in het land. We hebben lekker paninietjes in de oven liggen. En het is nog heel, het is super lekker weer. Luxie die is met haar autootje aan het spelen. Je gaat de verkeerde kant op. Je moet vooruit. Yes, Luxie. Dag, Luxie. Zo, en toen was het weer tijd om de kinderen van school te halen. Dan ga ik even lekker met de bakfiets doen, want het is lekker weer. Kan ik meteen even Luxie meenemen. En Luxie heeft de bakfiets al gepakt. Hey, hallo. Het is de bijenkop. Oké, het was heel leuk op school met onze drie kwartjes. En nu Cilla ook, drie kwart. En nog lekker korte mouwen met een vest erbij. En het was heerlijk weer. Oh, je kon niet weten, als je in een ander land was, dan zou het denk ik koud zijn. Ik had niet de vestje aan, die zit in mijn tas. Oh, dat is ook goed. Maar we gaan nu lekker weer naar huis. Jongen, het is gewoon een camera. We gaan nu lekker naar huis. En thuis, Luxie. Zo, we zijn weer thuis van de kinderen ophalen van school. Hoe was het vandaag op school, jongens? Was het vandaag grapjesdag op school? Oh, Luxie. Kijk uit, Luan. Kijk uit, jongen. Oh, voorzichtig. Ja. Ja, dus ben je op school? Zit jij er ook nog in?
Jeetje, ja. Mina. Oké. Okay. Hé, hey, past dat allemaal, Lixie? Ja, past dat allemaal? Mag ik nu? Nou, jullie passen, ja, als jij er bovenop gaat zitten, dan zitten jullie er allemaal in. Nee, nee, grapje, was een grapje. Dat was een grapje, Lucilla. Oh nee, Silla. Nee, nee. Oh nee. Ik had hem niet halen. Ga er maar weer vanaf, Lucilla. Heb je nog grapjes uitgehaald met juf? Ja. Hé, hey, juf. Nou, nee. Ik zei dat tegen Fabienne en Julie. Ja? Ik zei tegen Fabienne en Julie. Wist je dat ze nooit, nooit meer vlogjes gaan maken? En toen zei ze, en toen moesten ze zelfs een beetje tranen. En toen zei ze, ja. Oh, verschrikkelijk. Heb je dat gezegd op school? Ja. Tegen vriendinnetjes? En, ja, die vaak mijn vlogjes kijken en zelfs twee. En toen, ja. En toen moest ze huilen. Oh nee, ik kan er niet tegen. Ga je ermee stoppen? Ja. En opeens ja. Zei ik, en op Reel, kijk in je oh. Iedereen zat zo te kijken. Oh, is dat zo? Liam. Echt, heb je dat gewoon gedaan op school? Ja. Ja, we hadden vandaag ook een video van online gezet, hè? Ze heeft gewoon op school verteld tegen vriendinnetjes dat we gingen stoppen met vloggen. Oh, ja. Ze heeft het gewoon op school. Twee tranen. Oké. Okay. Moest ze huilen? Nee, Luan. Ik dacht, dit is niet bedoeld. 1 april. Oh, had je dat gedaan omdat wij het ook bij jou hadden gedaan? En bij Lucilla? Ja. Sorry, dat is dus onze schuld dat hij nou dat grapje ook op school heeft uitgehaald. Maar gelukkig zijn jullie inmiddels allemaal achter dat natuurlijk gewoon een 1 april grap was. Dat wij niet echt zouden gaan stoppen met vloggen. Maar ik vind het wel grappig te zien dat nu ook gewoon het grapje op school uit had gehaald. Hey, heb je ook nog de juffrouw voor de gek gehouden? Ja. Wat dan? Hey juf, wist je dat vandaag de haan overleden is? De haan overleden? Wat? De haan? Ja, en toen zei ik, oh wat zielig. Toen kreeg juf twee traantjes. En toen zei ik, 1 april, in je bil. Wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Oh, ik wou deze schommel. Ik wil de schommel van de schutting afhalen. En hadden andere kinderen ook nog een scheetkus op de juffrouw op de stoel neergelegd of zo? Ja. Ja? Hadden ze een scheetkussen meegenomen naar school? Nee, grapje. Oh. Nee, dat helaas niet. Dat helaas niet. Nou, de Silla en de babyschommel. Je gaat inderdaad een beetje schuimen, dat is niet zo erg. Ga je precies niet tegen de bakfiets aan. Nee, nou, hou je vast, hè? Hou je vast. Wat vond ze trouwens van je nieuwe setje? Kijk, de Silla heeft echt een heel leuk setje aan vandaag. Ik wil ze aanhouden voor de hele ochtend. Wil je die altijd aanhouden? Kijk, er zit een konijntje op. Kijk, een heel schattig konijntje. En zelfs hier ook op de knietjes een heel schattig konijntje. Met je pleider gewoon dat stickers was. Ik dacht meestal blij dat het een sticker was. Nee, dat is echt. Maar kijk, maar dan. Zo, daar komt Lixie aan. Lekker ijsje? Kijk, ze wilde ook een likje, zie je dat? En dan wijst ze in haar mond. Geef hem maar een likje. Oeh, lekker, lekker, lekker. Dat is een lekker ijsje. Ja, lekker. Ja, dat is lekker. Oeh, lekker. Van grote zus. Nou, we zijn weer even lekker binnen aan het spelen. Lucilla zit hier lekker in haar keukentje. Iets lekkers te bakken. En Luxie, wat is Luxie aan het doen? Hé, hey, wat is Luxie aan het doen? Luxie vindt het altijd leuk om in het mandje te zitten. Ja. Ja, en wat is Luan aan het doen? Wat doe je? Wat is er? Oh, wacht. Wat er net gebeurde, jongens? Wat er net gebeurde? Kom hier. Oh nee, we hebben bloed. We hebben heel veel bloed. Oh nee. Wij zijn ons echt ontzettend geschrokken. Luan was dus met die hamer aan het spelen en ik weet echt niet hoe hij nou weer opeens in die hamer komt. Maar opeens slaat hij dus gewoon echt een spijker door zijn vinger heen. Moet je kijken! We hebben heel eventjes een verbandje opgedaan. Maar dit is echt heftig. Ik krijg die spijker er dus niet uit. Ik denk dat we even naar het ziekenhuis moeten, Luan. Nee! Ja, naar het ziekenhuis. Ja! Oh, oké, we gaan even naar het ziekenhuis, jongens. Het is een mop. 1 april. Het was een grapje, jongens. Het was een grapje. Luan had een spijker. Kijk maar eens doorheen.
Kijk, laat maar eens zien. Ja, je kunt ook even kijken. En je zit gewoon dan omheen, kartom. Wie trapt erin? Laat even weten onder in de reacties of in de community post. Wie had erin, was erin getrapt? Wij niet, hè? Nee. Wij trapten erin. Luxe jongen. Nou, ze laat die boel wel een beetje houden. Ja, dat is ook een beetje, hè? Ja. En jij, Luxe ook, hè? Die dacht, wat is er nou? Mama, nu mag papa laten stellen. Ja, 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 ga met papa laten. Oké, doe hem er weer op, doe hem er weer op. Oké, een beetje huilen. Kunnen we een beetje neppen huilen? Hij kan dat heel goed, hè? Hij heeft een... Je kan goed acteren, jongen. Yeah. Nou, ga met papa kijken. Ja? Wat een hoedje, joh. Je hoort al gerommel, gestommel en gehamer beneden. Wat ben je aan het doen, joh? Zo. Ik hoorde al getimmerd, ze zijn nu hulp aan bouwen. Hoe doe je dat dan? Dus, kijk, gewoon heb je dit zo, dus dan is het niet echt. En dan... En die bloed, die snap. Gelukkig is het niet echt, hoor. Nee. 1 april, kijk in papa's bil. Ja, Luxie schakt er ook van, hè? Ja, schakt er ook van. Nou, ik dacht eerst... En toen moest ik daarna een beetje lachen, toen ik daar nog op die trap zat. En jij dacht het net echt, dat was echt... Een hondje, joh. Ik ben niet de vlog zat in beeld, maar een hondje. Ja, Luxie? Nou, was maar ook maar een grapje. Nou. Het was maar een grapje. Kun je morgen nog wel meenemen in de klas? Zeg je 2 april? Ja, de juffrouw. Zeg je 2 april? Ja, 2 april. Juffrouw Alet, die was er vandaag niet. Neem voor juffrouw Alet mee. Neem morgen nog mee. Ja, dat is een goed idee. Ik ben op mijn werk af en ik kom door. Ja, ik ga zo lekker eten koken. Tot zo. Ik heb er 2 boekjes. Ara, kalaver, piraten, staf. Ik wou dat deze aan elkaar was. Kijk dan. En hier is goochelaar. Nu al. Wie weet het hoe dat gaat.
makkelijk. En onze soort diner was tomaatsoep en het derde diner toetje. Oh, goed zo, Luxie. Goed zo. Heerlijk, man. Het smaakt goed. Runderpasta. Wij gaan hier lekker picknickend onze avondmaaltje opeten. Vond je het weer een leuke vlog? Vond je het weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje klikken. En we zien jullie morgen weer een nieuwe vlog. Tot morgen. En nou, dit is er dus gebeurd. Nee, we doen vernieuw. We lachen allemaal. We moeten serieus. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem. Boem boem mee, dans mee en blijf in